De organisatie van de Tong Tong Fair heeft nieuwe data bekendgemaakt. De 62e editie zal donderdag 2 september tot en met zondag 12 september plaatsvinden op het Malieveld. De Tong Tong Fair is een jaarlijks terugkerend festival dat meestal plaatsvindt aan het begin van de zomer. Eerder werd duidelijk dat het Indische festival was verplaatst naar de maand september. Nu zijn de precieze data bekendgemaakt. De verdachte van een mishandeling waarbij het slachtoffer zijn kaak op 2 plekken heeft gebroken, heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 18-jarige man uit Zoetermeer. De mishandeling gebeurde half maart op het tramperron van station Den Haag Centraal. Een 18-jarige man stond daar te wachten toen hij ineens een vuistslag in zijn gezicht kreeg van een man waardoor hij al eerder was aangesproken. In het ziekenhuis bleek dat de kaak op 2 plekken was gebroken en dat er 6 schroeven nodig waren om alles vast te zetten.